zitten nu gezellig bij de Dutchess. Hoi pap. Hoi guys, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag en het is nu 12:30. Het is best een beetje koud. 7 graden alleen, guys. Oh my god, winter is coming. Ik ben lekker op high. High van de auto, zeg maar. Ik ga nu Nancy ophalen. Dan gaan we naar Morgan & Mace. Nancy vierde namelijk haar birthday lunch. Het is wel een jaar geweest, maar vierde het zeg maar nu pas. En eigenlijk zou ik dus er niet bij kunnen zijn, want ik in LA zou zijn. Maar ik ben er wel bij. Zijn we nu wel blij om. Dus ik ga nu haar ophalen. En dan gaan we daar naartoe. En ja, het is vandaag een lekkere zondag. Ik heb echt lekker uitgeslapen. En toen heb ik een vlog van Ace Family gekeken. En toen lekker aangekleed, rustig aangekleed. En mijn haar gedaan en zo. En nu ga ik lekker onderweg naar Nancy. En dan zie ik jullie zo weer. Ik luister echt, by the way, bijna nooit Nederlandse muziek. En ik ben een beetje mijn Nederlandse muziek aan het updaten. Ik luister echt alleen maar Amerikaanse muziek. Maar ik vind Nederlandse muziek wel leuk hoor. Heb je zin in je bieden lunch? Ja. We gaan eten bij Morgan & Mace. Ik heb daar nog nooit geluncht. Ik was lekker. Ja? Ik heb er dus alleen avond gegeten een keertje. Dat ben ik excited. Had ik niet verteld. Ja, waarom doe je die Morgan & Mace lunch? Ja, volgens mij wel, ja. Nee, ja, dus ik ben benieuwd. Jij zei vorige keer dat het lekker was, ja, toch? Ja, alright, we're on our way. We zijn er bijna, toch? Ja. Ik denk 5 minuten of zo. Nancy als ik zijn er eerst. Ja. Haar birthday lunch. En kijk hoe leuk het is. So cute. Dit is het menu. Ik heb deze soep gekozen. Het lijkt me echt lekker. En ik heb samen met Nancy avocado toast. Yay. Het ziet er echt lekker uit. En jou ook, Nan. Ja. Lekker. En we hebben deze gedeeld. Lekker. Eet smakelijk, Nan. Nee, je mag je wens niet zeggen. Wat is het ook? Nee, je moet nog een wens doen. Je mag je wens niet zeggen. Niet zeggen, je moet hem in je hoofd houden. Oké, goed zo. Yay! Zo, we zitten weer in de auto en we hebben echt super lekker gegeten. Toch, Nan? Ja, ik vond het ook echt vet. Ik vond het echt gezellig en lekker. En je hebt leuke doos gehad. I love it. Kijk. Mijn had je gehad. Vertel even wat je van mij had gehad. Ik heb van Amber, jammer dat ik hem niet aan heb, maar ik heb dus die teddy coat gekregen. En ik ben er echt heel blij mee. Hij zit lekker, hè? Hij zit lekker en hij is super warm. En hij is gewoon mooi. Oh, thank dus you. Thanks, girl. You're welcome. We gaan nu lekker naar huis toe. Ik ga Nancy brengen. En dan ga ik lekker naar huis. En vanavond ga ik lekker naar Dutchess met mijn vader voor zijn verjaardag. Gezellig. Zo, het is nu inmiddels al 6 uur. Ik heb Nancy net thuis gebracht en nu ben ik onderweg naar huis. Ik ga dus lekker eten bij de Dutchess met mijn vader en mijn moeder. Het is alvast voor mijn vader zijn verjaardag. Hij is namelijk 30 oktober jarig. En dan zitten hun allemaal in LA. En ik zou eigenlijk ook in LA zitten, maar ik ga dus niet meer. Dus ik dacht, dan neem ik hem mee uit eten. Dus ja, wat ga ik nu doen? Ik ben bijna thuis. En ik ben een beetje moe, terwijl ik echt vet lang heb geslapen. I don't know how this is possible. Maar ik ga denk ik eventjes chillen en we gaan ongeveer 7 uur eten volgens mij. Zo, ik heb me even omgekleed. Ik heb nu een shirt van Tupac aan. De vinyl legging van LA Sisters. En ik heb deze tas erbij. En ik doe bij deze auto de LA Sisters steady coat aan. En clear heels. Woep, ready to go. En mama heeft ook haar teddy coat aan. Van waar is jouw teddy coat? Crème de la crème. Mooi, mam. Goed, papa, ben je ook klaar? We gaan voor jouw verjaardag, hè? Ja, waarom heb je mijn bontkraagje eraf gehaald? Zo netjes, zo mooi jullie toch. Kijk hoe mooi deze jas is. Mooi. Deze heb je toch maar even goed, hè, deze jas. Ja, heel mooi, pap. Een beetje kort, hè? Deze is goed voor jou. Zo stoer, pap. Ga je een beetje zo dicht maken, zo. En mam, zo mooi. Ik kan hem achter. Loslaten hangen is leuker. Kom, we gaan. We gaan. We gaan.
We gaan voor jouw verjaardag, hè? Ja, echt heel leuk. Goedemorgen guys, het is vandaag woensdag en ik dacht ik doe gewoon een extra vlog voor jullie omdat ik vorige week niet heb kunnen vloggen omdat ik ziek was. Het is nu volgens mij 9 uur, ik ben even broodje aan het smeren. Dan ga ik naar het werk toe en ik dacht ik ga jullie vandaag, wow ben ik wit, heftig. Ik dacht ik ga jullie vandaag mee naar het werk nemen. Maar eerst even broodje, want ik heb altijd trek in de ochtend. Eerste broodje doe ik met kip tuinkruiden. Zo. Een verse pot Nutella, echt de best. Oeh. I love it. Zo goed. Zo goed. Zo. En ik eet altijd mijn ontbijt in de auto. Anders ben ik laat. Alright. Kijk, ik heb ook gisteren Yakult gekocht. Ik vind dat ook echt lekker. Ik heb het echt heel lang niet gedronken. Oh my god. Hoe krijg je het zo moeilijk open? Werkt ook niet. Oh, hell no. Dat wil je toch niet? Oké, ik heb hem. Yummy. Lekker. Mijn outfit of today is de LA Sisters jogging suit grey. En dat is echt heel leuk, want je staat hier in Los Angeles. Ik heb mijn Yeezy schoenen erbij. En dan doe ik deze tas met mijn favorite teddy coat. Ik echt, jongens, deze jas draag ik echt bijna elke dag. Hij is zo lekker warm, echt love it. Zo, ik ben nu e-mailtjes aan het beantwoorden. Dat doe ik meestal in de ochtend. Oh my god, zo grappig. Deze posters hier achter me. Ik moet echt wennen. But I love it. Ja, dus meestal in de ochtend doe ik eerst e-mails beantwoorden. De webshop heb ik al gedaan. En trouwens, ik heb nog steeds geen nieuwe bureaustoel. Ik had dus zaterdag mijn bureaustoel teruggestuurd. Want die zat echt voor geen meter. En nu zoek ik dus een nieuwe bureaustoel. Dus als jullie enige tips hebben waar ik een goede bureaustoel kan kopen, let me know. Want ik zit dus nu gewoon op een stoel die bij onze meetingtafel zeg maar hoort. En it's not really comfy om de hele dag op te zitten, zeg maar. Dus ja, ik heb besloten om denk maar niet een bureaustoel online te kopen. Want dat liep dus niet goed af de eerste keer. Dus ik denk dat ik gewoon naar een winkel wil gaan waar ik hem ook gewoon gelijk kan uitproberen. Dus let me know guys, als jullie een goede winkel kennen waar ik een bureaustoel kan kopen. Because I need one. Kijk, zo kun je het pak even wat beter zien. Ik draag zelf maat XS van het pak en ik zal ook even een linkje in de beschrijving zetten voor degenen die geïnteresseerd zijn. It's so comfy guys, echt. I'm obsessed. Kijk, super leuk. Ik heb net een pakketje binnen gehad van BioSilk van de Trendy Hair Company. En ik had vandaag nog geen olie in mijn haar, dus ik ga het gelijk even uitproberen. Want ik heb het gisteren gewassen, dus het kan wel wat olie gebruiken. Kijk, zo ziet het flesje eruit. En ik heb vroeger wel eens BioSilk gebruikt. En ik vond het altijd wel fijn. Kijk, nu heeft mijn haar een hele mooie glans. Thank you BioSilk en Trendy Hair Company. Zo, ik ben nu klaar met werk. Het is volgens mij
bijna 6 uur. Ik ga nu naar Schiphol Kiana ophalen. Kiana die komt gezellig bij mij logeren voor een paar dagjes. En ik ga het nu ophalen. En dan gaan we lekker koken. En lekker girls night bij mij thuis. Echt zin in. Zoals jullie weten woont Kiana nu in Londen. En I miss her. Dus binnenkort ga ik ook naar Londen. Oh my god, mijn batterij is op. Oké, okay, bye. Like we be running them out and never make it. That's just too bitter for words, don't wanna taste it. That's just too bitter for words, don't wanna face it. Ik ben net aangekomen bij Schiphol en ik wacht nu op Kiana. En I'm hungry, guys. Het is nu 6 uur. Ik ben wazig. Weird. Mijn bol op mijn kop. My baby! En we gaan lekker koken nu. We gaan, of nou ja, Kiana gaat koken. Wat heb je allemaal nodig? Our basic student meal. Is dat pesto? Maar ik hou echt van pesto. Snijplank, wat voor snijplank? Daar terug, daar. Dit is goed. Oké, what kind of knife? What kind of knife? Oh my god. Sharp knife. A sharp knife, oké. We have a lot. This one is pretty sharp. En dan vork. Oh, vork, oké. Hier zijn alle vorken. Oh my god, wat maak ik. Be careful, girl. En I'm hungry, guys. Oh ja, mijn camera is op. Ik moet even opladen. Oké, wat ben je nu aan het maken? Student meal, pasta pesto. De ultimate studentenmaaltijd. Echt, hè? We hebben hier pasta, knoflook, kip, basilicum. Nee, wat is dit? Het is basilicum. Oh, bezel is bezel basilicum. En tomaatjes. En het hele huis ruikt naar knoflook. En I love knoflook. Echt, ik vind knoflook zo lekker. Deze werkt het? Ja, die werkt wel. Ook niet. Oh. Nee, even kijk, er kwam één. Kijk hoe lekker Kiana heeft gekookt voor moi. Wat een prinses jij. En we hebben echt veel. I love it. Het ruikt wel lekker, ik zeg je eerlijk. We're missing a few ingredients, maar... Ja, we hadden geen peper meer en we hadden geen olijfolie. Sorry. Blame my mom. Oké, guys, we zijn klaar met eten. Ik heb lekker popcorn gemaakt. En we gaan film kijken. Welke film? Thank you, girl. Ik weet naam niet meer. Night School. Hero Princess. Thanks, girl. Princess M. We gaan lekker Night School kijken. We hebben hem eindelijk gebufferd. Dus, bij deze ga ik de vlog afsluiten. Don't forget to like, subscribe.